Het wordt tijd dat het eens gezag wordt. Gissen met de politieke, ja. Lekker ga je in de ballenbak. Gissen met de politieke, ja. Lekker worden van de harde. Wat is dan het antwoord, soort gevrouw? Ik zal geen ja of nee zeggen. Hoe kijkt GroenLinks naar de ontwikkelingen rond de aankoop om op 20 maart, één dag voor de verkiezingen, in definitief besluit te nemen over de aankoop van het Kloosterkwartier? Ja, u kunt zich voorstellen dat ik daar enorm van ben geschrokken. Ik voelde het al een beetje aankomen. Dat is ook de reden waarom ik maandagavond in het presidium daarover vragen heb gesteld. En ook heb aangekondigd dat als wethouder Lebens niet voornemens zou zijn om naar de raad terug te komen, dat ik het initiatief zou nemen om een extra raadsvergadering bijeen te roepen. Nou, dat is nu het geval. Waarom wilt u deze beslissing zo kort op de verkiezingen doorvoeren? Nou, het is sowieso een collegevoorstel op basis van raadsbesluitvorming. Natuurlijk duurt het altijd langer dan wat je had gehoopt als college. Nu in de tijd gezien wordt het 20 maart. Het is altijd wikken en wegen, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat je het had gedaan, maar niet had gemeld, ja, was het bij wijze van spreken veel erger geweest. Maar kort en goed, er is een verzoek gedaan, verzoek ingediend bij de burgemeester als voorzitter van de raad. Trouwens ook voorzitter van de raadswerkgroep die vanuit de raad het proces volgt. En vanuit raadsperspectief het proces begeleidt om 15 maart, als ik het goed in mijn hoofd heb zitten, ja 15 maart, naast de rondleiding een bijeenkomst te hebben. Nou, dan bestaat ook de kans om vanuit het ambtelijk apparaat, vanuit de burgemeester en vanuit het college de raad nog een keertje goed te informeren aan te tonen dat we binnen de kaders van de raad acteren. En dat geldt dan zowel voor de voorzitter van de raadswerkgroep, de burgemeester, de portefeuillehouder vastgoed, collega Mekels, en degene die met binnenstedelijke ontwikkeling bezig is, die hier nu aan het woord is. Het GOB heeft, of het GOB is het feit, heeft besloten om het verzoek te ondertekenen om een extra raadsvergadering te houden. En wij vinden dat je niks moet doordrukken. De gemeenteraad heeft in het verleden besloten om het Kloosterkwartier aan te kopen onder een aantal voorwaarden. Twee belangrijke voorwaarden zijn: het moet functioneel te maken zijn en de tweede voorwaarde moet binnen de financiën passen. Nou, dat wordt getoetst in de raadsvergadering en daarna kijken we hoe het proces verder moet. Ja, wij zijn daar niet blij mee, want we denken natuurlijk dat er een ander spelletje gespeeld wordt om zo op het allerlaatste moment nog het Kloosterkwartier te gaan kopen. We hebben als raad aangegeven dat wij graag betrokken willen worden bij het hele proces van aankopen en dat we ook willen kijken of het de nieuwe bestuurscentrum wel in het Kloosterkwartier past. En daar hebben wij onze twijfels over. En we hebben een ander voorstel. We hebben inderdaad de raad ook al aangegeven als SP. Laat de raadsvergaderingen in de wijken plaatsvinden, in de buurthuizen. Dat is veel goedkoper, hoef je geen duur bestuurscentrum om te bouwen. En hoef je het Kloosterkwartier niet aan te kopen. Nou, er is een definitief besluit genomen over de locaties. Op 23 maart 2017, toen heeft de raad een meerderheid besloten dat de ambtelijke huisvesting in Geleen zou worden geplaatst. En dat de bestuurlijke huisvesting naar het Kloosterkwartier zou gaan. Nou blijkt dat een deel van de raad zegt van voor ons is nog niet helemaal duidelijk of alles erin past wat erin moet komen. Of de raad goed gefaciliteerd wordt, of daar alle voorzieningen komen die we nodig hebben. En als de raad vindt dat ze daarom nog eens een keer in discussie moeten gaan, dan vinden wij als D66, dan moet je die discussie ook toestaan. En daar hebben we gezegd van wie zijn wij om zo'n raadsdebat daarover tegen te houden. Dus we gaan daar meedoen. Ja, er zijn natuurlijk ontwikkelingen zo vlak voor de verkiezingen. Dan snap ik dat niet altijd heel goed over kan komen. Maar het is wel een besluit door de gemeenteraad dat een jaar geleden al genomen is. Toen heeft de gemeenteraad met meerderheid gezegd, nou beste wethouder, dit zijn de kaders. Ga daarmee op pad om dat Kloosterkwartier aan te kopen. De PvdA vindt het voorstel ook goed te verdedigen. In die zin dat de ambtenaren hier een plek krijgen in Geleen. Maar echt een impuls voor het stadcentrum hier. En dat je in Sittard zegt, we plaatsen daar het bestuur en behouden daarmee een monumentaal pand overeind. Wat natuurlijk wel zo is, is dat er een raadswerkgroep is en die is niet heel goed betrokken in dit proces. En dat vinden we als PvdA wel kwalijk. Ja, als er iets ondemocratisch is, dan is het de burger niet serieus nemen. In dit geval, ene dag voor de verkiezingen, wil het oude college, het bestaande college dat nog zeg maar, nieuw zit, in demissionaire toestand bijna,
die willen dan een zodanig belangrijke aankoop gaan doen in een situatie dat onze gemeente ook nog onder curatele staat. Dus dat kregen we dus als nieuwe gemeenteraad, kregen we niet eens meer grip om daar nog op een goede manier op te kunnen inspelen door bijvoorbeeld andere keuzes te maken. Ik zou bijna zeggen geen commentaar, want het lijkt me zo logisch dat dat een ongehoorde actie is. Hoezo? Nou ja, er zijn toch behoorlijk wat vragen gekomen over de geschiktheid van het pand. Er is nog onduidelijkheid over de uiteindelijke financiering en de totale kosten. Als het pand doet wat het zou moeten doen naar de toekomst toe en als het betaalbaar is. En dat laatste is op het moment best wel een dingetje in deze gemeente. Nou, dat kan niet gewoon. Dit is te gek. Dit hoort de volgende raad te doen en niet deze raad. Er horen andere alternatieven te zijn, hoort bekeken te worden of het misschien goedkoper en efficiënter kan. Want het schijnt dat deze raadzaal, de nieuwe raadzaal, niet geschikt is voor het doel waarvoor ze ontworpen is. Ik denk niet dat het een hele tactisch besluit is om op die dag te doen. Er zijn wellicht een heel aantal wisselingen in partijen en vooral in bezetting van de raadsleden. En dat zou op zich wel mooi zijn als dat werd doorgeschoven. Maar oké, we gaan het afwachten. Ja, daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Uiteindelijk snappen we wel dat er ergens een locatie aangekocht kan worden. Maar om dat een dag voor de verkiezingen te doen, dat is natuurlijk lastig uit te leggen. Ook aan de burger en ook aan de andere partijen. Dus ik had er altijd voor gekozen om dat op een ander moment te doen. Ja, laten we één ding voorop stellen. Die ego-projecten van die wethouders, daar willen we afstand van nemen. En die willen we eindelijk gewoon stoppen. Maar om een dag voor de verkiezing, voordat de burger zich mag uitspreken, nog even snel een verplichting aan te gaan voor meer dan 30 miljoen. Ja, die mensen die dat doen, die moeten zich de ogen uit de kop schamen. Dit is regentenpolitiek. Laat die burger eerst eens op de 21ste spreken en kijk dan wat je met daadwerkelijk het luisteren naar die burger gaat doen. En een gemeentehuis, we hebben er één dat voldoet, daar is geen noodzaak voor een nieuw. Over hoeveel geld praten we eigenlijk? De totale koopsom waar het om gaat is meen ik rond de 4 miljoen uit mijn hoofd. Maar dan moet er nog verbouwd worden. Ja, maar er is een totaalbedrag van 8,8 miljoen door de gemeenteraad gevoteerd, dus dat zit daarin. Ik heb ook al bedragen gehoord van 27 miljoen. Ja, het is niet gebaseerd op feiten. En de feiten die ik ken en die in de raadstukken staan is 8,8 miljoen en circa 4 miljoen koopsom. Er is dadelijk sprake van een aankoop van een pand. Dat pand moet vervolgens afgebouwd worden, dat wordt aanbesteed. Dus dat is een hele transparante procedure. En eventjes uit mijn hoofd staat voor het geheel een bedrag van 8,8 miljoen. Wat is dan van belang om te weten dat je daarmee een monument in ere herstelt? Dus ook een bijdrage levert aan het verder afmaken van het kloosterkwartier. En het verder afmaken van het kloosterkwartier houdt ook in dat degenen die daar verder bij betrokken zijn zich de verplichting opleggen, als ik het zo mag zeggen, om ook het geheel dan verder af te bouwen. Dus het betekent wel dat met de aankoop en het afbouwen van Oude Markt 1 tot bestuurscentrum, dat daarmee ook de rest van het kloosterkwartier wordt vlot getrokken, wordt afgebouwd. En dan krijg je toch een belangrijk stuk van het centrum van Sittard, van het historische centrum van Sittard, aan een nieuwe bestemming. We gaan het plan niet afschieten, absoluut niet. We gaan niet de vergadering in met de kennis en de wetenschap van het past niet, het gaat niet lukken, we schieten het plan af. Dat is niet de intentie. Wat de intentie is dat we over een poosje alle raadsleden kunnen overtuigen van het feit dat het passend is en dan pas een beslissing nemen over de aankoop. Ik heb mijn nek uitgestoken, we zijn hier aan het doorpakken, het wordt ook zichtbaar, het wordt ook merkbaar. En wat we doen is niks anders dan het uitvoeren van raadsbesluiten. En dat het allemaal in de tijd gezien niet zo prettig uitkomt, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar nogmaals, daarom ook de communicatie met de raad. Om nogmaals duidelijk te maken dat datgene wat is afgesproken binnen de kaders, binnen de financiële kaders uitgevoerd kan worden. En dat er wat dat betreft ook rekening wordt gehouden met de wensen van de gemeenteraad. Vertegenwoordigd in de raadswerkgroep. Dus ze kunnen wat dat betreft ook onderling die 15e maart goed van gedachten wisselen.